Ja, voor degene die dus niet tegen vieze dingen kunnen, zou ik deze vlog niet gaan kijken. Hallo, ik ben in een nieuwe video. Het is weer een vlog vandaag en het is echt niet zo'n hele leuke vlog, want Floor heeft een pusoog. En ja, voor degene die dus niet tegen vieze dingen kunnen, zou ik deze vlog niet gaan kijken. Of even doorspoelen naar een heel stuk verder, want we gaan nu even behandelen en zo. Dus ja, thee meegenomen. En het is koude thee, want je mag niks warms op het oog smeren. Het gaat fout. Dus we hebben thee. En een schone spons of een schoon doekje. Ja. Nou, dit is dus hoe er oog uitziet. Ik kan het wel zien. Hij is helemaal een soort van blauwig en pus. Niet meer rust. Is niet meer nat. Het is thee trouwens, dus gewoon Engelse thee. Oh. Je mag niet in het oog wrijven, alleen eromheen. Is het lekker? Is het lekker? Nou, de stal is ook weer uitgemest. We hebben net de wei gedaan. En we gaan zo nog even de pijp doen, denk ik. En we gaan nu even opstrooien. En Mila is aan het struggelen. Mila. Het lukt dus wel. Oké, yay! En we hebben net dus Floor's oog schoongemaakt. En nu is het weer normaal. Nu staan ze weer lekker buiten. Dus ja. We hebben ook dus nog de rest van de wei uitgemest en dat was het eigenlijk, want ja, dat was eigenlijk gewoon omdat ik wilde zeggen dat het dus niet zo goed ging met Floor. En ik wilde er even een klein soort van videovlogje over maken, dus dit was het. Doei doei! Doei, ik heb brood. Doei. Oh nee, de deur gaat dicht. Doei!